Ik ga het boek Robin is verliefd van Sjoerd Kuiper lezen. Hoofdstuk 1. Comediant Robin wordt wakker. Buiten is het al licht. De vogels stingen alsof ze gekieteld worden. Er is iets fijns vandaag, maar wat ook weer. Gisteren wist Robin het nog. Het is iets heel erg fijns. Oh ja, hij heeft in bed geplast. Let op, Knor, zegt Robin. Let nu goed op. Knor is Robins grote vriend en knuffel. Hij is een varken. Hij slaapt altijd bij Robin in bed. Hij kan verschrikkelijk goed slapen. Als Knor in een bed gaat liggen, valt het bed ook in slaap. Robin schudt Knor eens flink heen en weer. Let goed op, Knor. Ogen en oren wijd open. Robin knijpt in zijn arm. In zijn eigen arm, zo hard als hij kan. Het doet pijn. Het doet zo'n pijn, hij moet bijna huilen. Dat gaat goed. Mama, roept hij met een huilerig stemmetje. Mama. Het blijft stil in huis. Hij roept zeker niet hard genoeg. Mama, roept Robin iets harder. Mama, kom eens. Ha. Nu hoort hij voetstappen op de gang. Blote voetstappen. De deur van zijn kamertje gaat open en daar staat papa. Slaperige ogen, haar in de war. Het is nog heel vroeg, man, zegt papa en hij gaapt. Je moet nog even gaan slapen. Maar, zegt Robin, maar. Hij haalt met een snik zijn neus op alsof hij echt huilt. Maar, ik heb in mijn bed geplast. Verdorie, zegt papa, hoe kan dat nou? Weet ik toch niet, zegt Robin zacht. Nou, kom er maar gauw uit dan. Papa pakt de deken en trekt die van het bed. Dan pakt hij het laken. Dat trekt hij ook weg. Daar ligt Robin. In zijn pyjama. In zijn droge pyjama. 1 april! roept hij keihard. Papa is even stil. Hij staat met open mond naar Robin te kijken. Dan floepen er vrolijke lampjes aan in zijn ogen en sluipt een lachje om zijn mond. Jij lillijke kleine aap, roept hij. Zo je vader voor de gek houden, hoe durf je? Je geloofde het echt, hè? vraagt Robin. Nou en of, zegt papa, kleine comediant. Hij is goed, hè? Het is de beste 1 april mop die ik ooit heb gehoord, zegt papa. Hij is fantastisch. Maar je oude vader voor de gek houden, dat vraagt. Om de gruwelijkste straf. Niet doen, zegt Robin. Hij begint over zijn hele lijf te bibberen. Dat gaat vanzelf. Hij weet wat papa gaat doen. Want papa doet het heel vaak. En hij wil ook dat papa het gaat doen. Maar hij wil ook dat papa het niet gaat doen. Papa doet het toch? Hij buigt zich over Robin heen. Hij steekt zijn handen uit en laat zijn vingers spartelen. Dan zegt hij: Kwie, kwie, kwie. En zijn handen komen langzaam naar beneden. Al die bewegende vingers. Ze komen recht op Robins buik af. Kwie, kwie, kwie. Robin kan niet stil blijven liggen. Hij rolt heen en weer op bed. Hij wil zich het liefst omdraaien en zijn buik verstoppen onder zijn rug. En zijn hoofd diep in het kussen duwen. Dan kan hij papa niet meer horen. Dan kan hij papa's handen niet meer zien. Maar hij wil ook naar papa blijven kijken. Het is zo grappig. Het is zo eng. Het is eng. En grappig, alle twee. De handen komen steeds dichterbij, alle twee. Kwie, kwie, kwie. Niet doen, papa, roept Robin. Ik raak je niet aan, zegt papa. Ik raak je niet aan, dat weet je toch, Robin? Ik doe niks. Ik ga je heus niet kietelen. Hij zegt het heel rustig, heel gewoon. Maar zijn handen komen nog dichterbij. Kwie, kwie, kwie. De handen zijn nu vlak boven Robins buik. Kwie, kwie, kwie. Het is te eng. Robin ontploft van het lachen. Hij kronkelt alle kanten op. Dan draait hij zich snel op zijn buik en kruipt weg over het bed. Waarom doe je zo raar? vraagt papa. Ik kietel toch niet? En dan lacht hij. En Robin lacht mee. Ze lachen tot het dak bijna van het huis vliegt, met de schoorsteen erbij. Wat is hier aan de hand? Wat een lawaai. Het is pas zes uur. Mama staat in de kamer. Ze heeft Suze op haar arm. Suze is Robins zusje. Ze is nog maar een baby. Ze ziet er vrolijk uit, helemaal wakker. Ze maakt kleine geluidjes. Jullie hebben Suze wakker gemaakt, zegt mama. En mij ook. Robin heeft me gefopt, zegt papa. En hij vertelt het hele verhaal van de fantastische 1 april grap. Als hij klaar is met vertellen, zegt hij: Goeie grap, hè? Een heel erg goede grap, zegt mama. Maar Robin. Had je de grap niet beter morgen kunnen maken? Waarom, vraagt Robin. Omdat het morgen 1 april is, vandaag nog niet. Morgen is het pas 1 april, dan mag je grapjes maken. Hoe kan dat nou? Mama kijkt naar de verbaasde gezichten van Robin en papa en Knor. Dan begint ze te lachen. Gevopt, zegt ze. 1 april. Hoofdstuk 2. Zaag. Suze mag wel bij mij in bed, zegt Robin. Dan kunnen jullie nog even slapen. Knor vindt dat ook goed. Dat is lief, zegt mama. Dat doen we. Ik ga Suze de mop van de Mercedes vertellen, zegt Robin. Hoe gaat die ook alweer? vraagt papa. Dan vraag ik: Suze, ken jij de mop van de Mercedes? En die kent ze natuurlijk niet, want ze is nog maar een babytje. En dan zeg ik: Bens! En dan sla ik op haar hoofd. Dat lijkt me geen goed idee, zegt mama. Doe maar iets anders. Dan prik ik zacht in haar buik als ik ben, zeg. Dat is beter, zegt mama. Wacht maar, zegt papa, tot Suze zo oud is als jij. Dan pakt ze je terug, jongen, dan zal ze jou in je buik prikken. Dat kan niet, zegt Robin, want ik blijf altijd groter en sterker en ouder dan Suze. Ik kan haar altijd in haar buik prikken tot ze duizend jaar is. Want dan ben ik al ouder dan duizend jaar. Als je het maar zachtjes doet, zegt mama. Dat belooft Robin. Mama en papa gaan naar hun slaapkamer. En Robin vertelt Suze de mop van de Mercedes. Suze, ken jij de mop van de Mercedes? Krikri, zegt Suze. Dat betekent nee, dat weet Robin zeker. Bens, zegt hij. En hij prikt Suze in haar buik. Suze lacht niet. Suze huilt niet. Ze kijkt Robin met haar helder blauwe oogjes stralend aan. Je kunt niet zien of ze de mop leuk vindt. Vind je de mop leuk, Suze? vraagt Robin. Kri-kri, zegt Suze. Dat is gek. Nu betekent kri-kri opeens ja. Robin weet het zeker. Je kunt wel merken dat Suze een baby is. Ze snapt nog niet veel van de woorden. Robin vertelt de mop nog een keer en hij prikt Suze weer in haar buik heel zacht. Suze lacht niet. Ze kijkt alleen maar blij naar Robin, naar haar grote broer. Knor ligt alweer te slapen, maar hij kijkt ook blij. Misschien droomt hij van de mop van de Mercedes. Dan maar iets anders, denkt Robin. Hij wil zo graag dat Suze om hem lacht. Hij steekt zijn handen uit en laat zijn vingers spartelen. Dan zegt hij: Kwie, kwie, kwie. Hij laat zijn handen langzaam zakken, al zijn bewegende vingers. Ze gaan recht op Suze's buik af. Kwie, kwie, kwie. Suze blijft rustig liggen. Ze kijkt niet meer naar Robin. Ze kijkt naar het licht van de zon dat door de gordijnen naar binnen schijnt. Je moet kijken, Suze. Kwie, kwie, kwie. Robin zegt het heel rustig, heel gewoon. Zijn handen komen nog dichter bij de buik van Suze. Ik raak je niet aan, zegt hij. Ik raak je niet aan, dat weet je toch, Suze? Ik doe niks, ik ga je heus niet kietelen. Kwie-kwie-kwie. Kwie-kwie-kwie, zegt Suze opeens. En daar moet Robin zo om lachen. Jij bent slimmer dan ik, zegt hij. Jij kunt mij wel aan het lachen maken. Maar ik weet nog iets, let op. Dit is iets verschrikkelijk engs. Dit doet oma altijd bij Robin. En nu doet Robin het bij Suze. Hij doet alsof zijn hand een zaag is. Hij tilt het armpje van Suze op en begint in haar okseltje te zagen. Zaag, 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 zegt hij. Zaag, 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 arm af! Robin moet altijd lachen als oma dat bij hem doet. Maar Suze moet niet lachen als Robin het bij haar doet. Vind je het niet eng, Suze? vraagt Robin. Kwee, kwee, zegt Suze. Robin weet niet wat dat betekent. Hij tilt haar andere armpje op. Zaag, 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 zegt hij, andere armen eraf. Dan zaagt hij haar benen af en haar hoofd. Niet echt natuurlijk, hij doet alsof. Want dat is grappig. Maar Suze moet niet lachen. Suze valt in slaap? Nou ja! Robin ligt in bed op 1 april en niemand lacht om hem. Suze niet, Knoor niet, mama en papa niet, ze slapen allemaal. Alleen Robin is wakker. Hij wil nog een paar goede 1 april moppen bedenken, maar dat lukt niet. Hij moet steeds naar Suze kijken, zoals ze daar ligt, vlak naast hem in zijn bed. Ze is zo lief. Robin denkt niet aan moppen. Hij denkt aan als ze groot zijn, Suze en hij, later. Niet duizend jaar natuurlijk, want dat kan helemaal niet. Maar als ze net zo oud zijn als mama en papa nu. Dan kunnen ze heel hard lopen en heel hard schaatsen. En dan kan Suze ook beter lachen, want dan snapt ze alle dingen die Robin nu al snapt. Ze kunnen in Rusland gaan wonen, of in Engeland, of in China, of in de grote stad, net als opa en oma. Nee, denkt Robin, nee, we blijven hier wonen in ons eigen huis in het dorp bij mama en papa en Knor, Suze en ik, tot we een heel oud mannetje en een oud vrouwtje zijn. En als Suze een oud vrouwtje is, is ze nog altijd mijn kleine zus.